Dag Rob. Goeiedag, Jan. Ik hoef jou nauwelijks aan te kondigen. Heel Nijmegen kent jou. Heel veel Nijmegenaren heb je al eens in de boot genomen. De pannenkoekenboot. En ik ben er ook een paar keer geweest. Fantastisch wat je daar vertelt. En een van de eerste dingen die bij me opkwamen is... hoe kan het nou dat iemand uit Maastricht zoveel belangstelling heeft voor Nijmegen? Ja, iemand uit Maastricht zoveel belangstelling voor Nijmegen. Kijk, Maastricht is natuurlijk een oude stad. Daar kom ik vandaan, daar ben ik geboren. Maar ik ben op mijn 17e naar Nijmegen gekomen om hier te gaan studeren. En ja, Maastricht is mooi, maar Nijmegen minstens zo mooi. Wat heel erg aardig is bijvoorbeeld, mijn ouders toen ze trouwden... In de oorlogsjaren was dat. Die hebben een huwelijksreis doorgebracht begin 1941 in Nijmegen. Op de Grote Markt, bij Hotel Atlanta geweest. Ze hebben gewandeld door het Goffertpark. Het Goffertpark. Ze hebben gewandeld door het Kronenburgerpark. Kortom, het zit in de genen, zal ik maar zeggen. En trouwens, waar is het niet mooi? Hè? Eigenlijk is het overal in Nederland wel mooi. Ja, in Maastricht zie je het mooie, misschien de oude, zie je aan de oppervlakte. Ze hebben daar veel laten staan. Meer dan in Nijmegen, dat is jammer van Nijmegen. Maar hier in Nijmegen is het daardoor misschien wat spannender. Je moet hier wat zoeken. En als je gaat zoeken, dan duik je ook misschien wat sneller op verhalen die mooi zijn. En op elke plek, elke hoek ligt wel een verhaal. Ja. En jij kent heel veel van die verhalen. Je hebt heel veel Nijmegenaren al in jouw boot gehad, in de pannenkoekenboot. En daar kun je echt uren vertellen. Iedereen staat verbaasd over de woordenvloed die je over ze uitstort. Hoe komt dat nou? Komt dat omdat je journalist bent of vind je de oorlog zo spannend? Nou, ik denk journalist zijn. Kijk, ik ben nieuwsgierig. Ik wil weten. Elke plek heeft een verhaal. Ik zeg wel eens tegen nieuwe journalisten. Loop eens 1000 meter en kom met 10 verhalen terug. En dan kijken ze je aan, dan denken ze van dat kan niet. Ik zeg wel, je kunt elke stoeptegel kan een verhaal zijn. En als je dat gaat beseffen, dan loop je anders door Nijmegen, dan loop je anders door de stad. En soms als je weer iets gezien hebt, dan denk je, hey, dit moet ik opzoeken. En dat leidt dan weer tot een verhaal. En dat sla je op. Ik heb een goed geheugen. Ja, gelukkig. Ik werk hier trouwens ook al 25 jaar, ruim 25 jaar. Dus ja, dan weet je iets van de stad. Je weet er heel veel van. Je zegt iets van de stad. En als je met zo'n tochtje meegaat, dan ieder plekje is voor jou bijzonder. Hoeveel van die bijzondere plekjes zijn er wel niet in de stad? Nou ja, ik denk tientallen plekken zijn er bijzonder in de stad. Voor deze serie werd mij gevraagd van, kun je 3 of 4 plekken benoemen waar we gaan stilstaan? Ik heb erover nagedacht en ja, het is heel lastig kiezen. Want ik heb een rijtje van wel 20 plekken waar ik denk van, god, die moeten mensen zien. En ik heb bewust... een beetje gekozen voor plekken waar misschien de Nijmegenaren niet automatisch komen. Dus ik hoop dat we die straks ook een beeld krijgen. Nou, zullen we dat eens gaan doen? Ja, zullen we nou een paar leuke plekjes toelopen? Ja. Dit hier aan de Waal is al een mooie plek. Want we staan hier in de bocht van de Waal bij het Gelderlanderterrein. En dan zie je dat bij de nieuwe brug te oversteek eigenlijk de kade voor het casino toch dichtbij is. En dat is een plek waar je vanaf hier kan genieten. Dus ik hoop dat hier ook bij dat Gelderlandergebouw waar wij tijdelijk zitten straks ook nieuwbouw komt... waarbij de mensen de ruimte hebben om die Waal te beleven en ook die kade verderop te beleven. Dus voldoende groen, voldoende openheid tussen de nieuwe gebouwen. Ik hoop het met je mee. Goed. Wij staan hier een beetje op een verborgen plek in Nijmegen, de Gulden Wagengas. Een plek die uniek is. We zijn even illegaal op een dak gekropen. We kijken hier naar rechts naar een 15e eeuwse gevel. Een gevel die je misschien in bruggen ziet. Dit is een restant van een gebouw, een kloostercomplex wat hier in het verleden was. Veel Nijmegenaren kennen dat niet. En dat kloostercomplex, die gevel staat pal hier naast een betonnen kolos. Oerlelijk, groen uitgeslagen, maar het is een verhaal, een gebouw met een verhaal. Het is namelijk de meeltoren van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Kortom, midden in die benedenstad had je gewoon een industriële plek. En ik vind het zo mooi, de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond had in de benedenstad zijn meeldepot, zijn meeltoren. Nou ja, ik vind dat machtig mooi. En dat correspondeert ook met een andere meeltoren die bij de Honig staat. En als je het hebt over industrie, de stad, wonen, dan kun je al die torens aan elkaar koppelen. En daarom vind ik dit een mooie plek. En aan de achtergrond hebben wij natuurlijk daar de Stevenstoren staan. Hij staat nog in de stijgers. We zien daar heropgebouwde oude gevels in de benedenstad. Top eigenlijk. Ja, ik vind dit een plek die je moet koesteren.
een plek waar je ook over zou moeten nadenken. Hoe kunnen we dit toegankelijker maken voor mensen in Nijmegen? Hier zijn veel bijgebouwtjes geplaatst, winkelruimtes zijn vergroot. En dit zou je misschien moeten openbreken en kruipdoor, sluipdoorwegen maken. Ik vind dat deze gevel hier, iedereen zou die gevel moeten kunnen zien. Hier moet je trots op willen zijn. We zijn hier in de historische tuinderij in Lent. De plek, laten we zeggen, de oerbron van de Lentse tuinderij. Je vindt hier de oerrassen van de peren, de appels, de pruimen, de kersen. En voor mij is dit een verborgen plek voor mensen. De Lentenaren zelf kennen het natuurlijk, de oud-Lentenaren kennen deze plek. Maar straks moet je je voorstellen, de Waalsprong groeit, hier komen duizenden mensen te wonen. En dan is dit een oerplek waar je die oude fruitrassen kunt zien, waar ook nog soms de tuinbouw bedreven wordt hier om de hoek. Zoals ze dat vroeger deden met de oorspronkelijke Lentse kassen. Ja, en in de zomer kun je hier samen fruit plukken. Je kunt hier in picknicken. Fantastische mooie plek. Hier moet, het is nu herfst, winter. Maar je moet je de zomer voorstellen, het voorjaar, top om te zijn. En je ziet bij al die bomen die daar staan de rassen, de namen van de rassen van de peren, de appels, de pruimen. Ik ken ze niet allemaal, ik weet toevallig de naam, de Lentse Rode. Maar alleen die namen, daar kun je al van smullen. De Lentse Rode, ja. Ja, top. Ja. En in de zomer is het hier druk. Markt, ze verkopen hun eigen fruit, ze maken van fruit, maken ze sap. Uiteraard allemaal biologisch verantwoord enzovoort. Dus ik heb hier die tuin eigenlijk omarmd. De warmoezenier van Lent. Ook in de betekenis van de omgeving is nu nog leeg. Maar stel je voor, we zijn 10, 15 jaar verder. Dan zijn dit de rustplekken in een nieuwe wijk, de Waalsprong. Hier is een klein museumtje bij. En in dat museumtje vertellen ze iets over de opgravingen in Lent. En daar opgravingen? Liggen opgravingen in Lent, ja. Want Lent, Nijmegen kent een rijke historie, maar ook Lent kent een rijke historie. En hier hebben ze ooit in de omgeving twee skeletten gevonden. Een man en een vrouw. En die lagen heel vreemd. Die lagen namelijk beide. De een lag bij de tenen van de ander en de ander lag bij de tenen van de ander. Dus daarom heet het de Lentse tenenzuigers. En dat zijn skeletten uit de 6e, 7e eeuw voor Christus. En die hebben ze hier. Dus, en die liggen hier. En dan is de vraag, waarom zijn die mensen zo begraven? Ja. De tenen bij hun hoofd. Man en vrouw, wat betekende dat? Welk verhaal kun je daarbij bedenken? Eigenlijk zou elk kind bij die skeletten moeten staan en dan vervolgens zijn of haar verhaal moeten bedenken van waarom zijn die 8 eeuwen voor de geboorte van Christus zo neergelegd in een graf. Top. Ja, we staan hier eigenlijk bij de binnenhaven van het Maas-Waalkanaal. Ik vind dit een verborgen industriegebied in Nijmegen. We zien hier de schrootbedrijven aan de overkant wordt gewerkt. We zien de schepen liggen, de olieopslagtanks. Verderop ligt Nacco Heister, daar ligt een scheepswerf. We zien hier wel de schrootbedrijf en dan denk je, god, dat is rommel. Ook noodzakelijk zo'n bedrijf. Maar hier zitten 300-400 bedrijven rond dit kanaal. En dan werken toch zo'n 7.000-8.000 mensen. En er zitten soms topbedrijven bij. Een Nacco Heister, die maken heftrucks. Die wereldwijd worden afgezet. Daar zit een Smit Trafo. Die zijn trafo's aflevert. Ook overal in de wereld. Toptechniek. Daar zit een bedrijf als Alewijns Elektrotechniek. Die de besturingssystemen van de grootste zeeschepen levert. Ja, een industriegebied met een eigen verhaal. Bedankt Rob. Ja. Ik zeg, elke Nijmegenaar moet hier gaan wandelen. Klopt bij bedrijven op de deur. Ze doen open. Ze leveren hier wereldwijd. En dat gebeurt hier dankzij dat kanaal. Dankzij de goede verbinding via de Waal met Rotterdam of met het Duitse achterland. Dus bedrijven hier, het water, de binnenvaart, transport, ideaal voor sommige bedrijven. Rob, namens de kijkers en de luisteraars, hartelijk dank. Want je hebt een hoop leuke plekjes laten zien. Mooi. En je had er nog een hele hoop, zei je. Ik kan een hele dag met je meegaan. Nou, misschien er zijn dan zulke een verborgen plekjes in Nijmegen waar een verhaal bij hoort. En jij kent al die verhalen. Nou, dat is een beetje overdreven. Ik ken er een hoop. Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die mij ook weer iets kunnen leren. En daar kijk ik ook overigens altijd naar uit. Want als ik weer iets van iemand hoor, kan ik dat wel meenemen in een volgend verhaal. Ja. Bedankt.